Fruittelers worstelen met de lage temperaturen. Wat merken campings van de koude meivakantie? En burgemeester Beuningen door ziekte afwezig. Je zou het niet zeggen, maar het is toch echt lente. Met temperaturen die zeker nog niet normaal zijn voor de tijd van het jaar, valt er nog niet te genieten van het weer. Voor sommige beroepsgroepen leveren deze lage temperaturen ook daadwerkelijk de nodige problemen op. Fruittelers bijvoorbeeld. Om de oogst niet te laten mislukken, moeten de fruitbomen goed worden beschermd tegen de kou. Ja, het is verre van lente weer. Het moet nog lente worden. Het schiet nog niet echt op het mooie weer. De boom begint wat te komen en de natuur gaat ook door. Je ziet ook wel dat die goed in bloei staat. In die zin merken wij er wat van dat het gewoon heel erg nat is, koud is. En we eigenlijk wat warmte nodig hebben om die bloesem nog wat aan te wakkeren. Het is niet ideaal, maar wij willen natuurlijk wel ons fruit kunnen blijven eten. En daarvoor zijn we toch echt afhankelijk van de telers. Maar in wezen kunnen wij er zelf niet heel veel aan doen. De boom die groeit met de temperatuur mee. Dus als het warm wordt, dan wordt hij wakker. Dat is het eigenlijk. Het is alleen als het heel koud wordt. Ja, dan sturen wij wel bij. Dus als het richting vriespunt gaat, dan willen we het bloemetje beschermen dat hij niet kapot vriest. En dan gaan we beregenen. Eigenlijk is dat heel eenvoudig. Dus er staan overal sproeiers in de boomgaard. Die sproeien water over de boom. En met dat beregenen, zoals wij dat noemen, ontstaat een laagje water, een laagje ijs over het bloemetje. En de omzetting van vloeibaar naar vast levert warmte op. Dus het briezen levert warmte op. Dat noemen we stollingswarmte. En daardoor kunnen we het bloemetje nog tot -6, -7 goed houden. De fruittelers zijn goed voorbereid en weten wat ze moeten doen als het echt koud wordt. Daar merkt de consument overigens niks van. Daar zorgt de handel ook wel voor dat de overloop is van de oude oogst tot aan de nieuwe oogst. Er is altijd fruit. Hoe kun je zorgen dat die overloop goed verloopt? Nou, iedere fruitteler oogst appels en peren, die worden opgeslagen. En de cel wordt losgemaakt naarmate de vraag is. Dus als de supermarkt zegt ik wil graag appels en peren, dan gaan de handelaren, dan gaan de fruittelers aan het werk. Uiteindelijk draait het erom dat de consumenten voorzien worden van rijp fruit. Maar dat kun je wel aan de fruittelers overlaten. Als appels en peren, dat komt bijna op de dag precies. Dus hoe houdt u dat dan bij, dat het op de juiste dag? Ja, dat is vakmanschap. Daar stellen we ons op in. Wij zien natuurlijk hoe de appel zich ontwikkelt. En op een gegeven moment zeggen we van nou, we denken dat we volgende week moeten beginnen met plukken. Ja, ook het feit dat het in de meivakantie nog zo koud is, is uitzonderlijk te noemen. Dat heeft natuurlijk ook zo zijn weerslag op de recreatiesector, bijvoorbeeld campings. Kampeerders hebben het tot nu toe vooral moeten doen met kou en hier en daar wat regen. Maar dat mag de pret zeker niet drukken. Ja, normaal gesproken kunnen we natuurlijk iets makkelijker iets met kinderen gaan doen, met ponyrijden of dat soort activiteiten. Die probeer je nu een beetje naar de betere momenten te schuiven. Want ook de ouders met de kinderen gaan op zoek naar binnenactiviteiten hier in de omgeving. Die er overigens volop zijn. Kunt u met de camping iets doen voor die binnenactiviteiten? Wij kunnen binnenactiviteiten aanbieden. In de zin, we hebben een recreatieruimte hier van 150 vierkante meter. Met een tafeltennistafel, met een voetbalspel, met... gewoon een ruimte waar men heerlijk spelletjes kan doen en de ruimte is verwarmd. Dus gewoon de optimale mogelijkheid om met regenachtige momenten daar te schuilen. Voor de campinggasten heeft dit weer toch ook zeker enige invloed, maar daar hoor je ze niet over klagen. Nee, helemaal niet. Dat wil zeggen, ik heet de winter, dus ik pas me overal op aan. Maar los daarvan, ik heb een goede caravan. Met slapen heb ik het niet koud. Goed dekbed, dus het gaat helemaal prima. Nou ja, het is vooral heel nat geweest. En gisteren hebben we veel regen gehad en een beetje wind erbij. En nu op het moment begint de zon iets door te breken weer. Dus we wachten op het mooie weer. Maar we hebben het doorstaan. Dus, En gisteren is regen en wind. Hoe past u zich daarop aan?
Nou, we warme truien, we hebben een kacheltje in de tent en 's nachts vooral veel dekens en goed luchtbed en een goede warme deken eroverheen en een slaapzak. Naast de recreatie op de camping is er ook het nodige rondom zijn camping gebeurd. Met een fietscrosswedstrijd hier op 500 meter afstand, waardoor we al meteen het eerste weekend met vol begonnen. In die hele regenachtige zaterdag, maar ja, dat was toen toch een voordeel dat we de bezetting optimaal hadden. En Pasen was een weekend met redelijk weer, met wat activiteiten die we hier hadden, met paaseieren zoeken en schminken en popcorn en suikerspinnen en alles hadden we hier. Dus toen zaten we ook vol. Die week erna hadden we het geluk hier met de activiteiten in de omgeving dat hier weer de Strong Viking was met de mutteren. Op die manier draaiden we dat weekend weer vol. We zijn gewoon een enorme bofkont met de plek waarop we zitten. We hebben hier op 800 meter hebben we een subtropisch zwembad, op een kilometer hebben we een binnenspeeltuin, op 500 meter hebben we een buitenspeeltuin, op 250 meter hebben we een bos. Met nog allerlei activiteiten die er zullen plaatsvinden. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Koningsnacht en Koningsdag staan weer voor de deur. We gaan de straat op om te kijken welke van de twee populairder is en wat we gaan doen. Burgemeester Daphne Bergman van de gemeente Beuningen is de komende tijd afwezig vanwege ziekte. De termijn van haar afwezigheid is onbekend, zo laat de gemeente in een persbericht weten. Vanwege de privacyregels kan de gemeente niet zeggen om wat voor een ziekte het gaat. De komende periode nemen de wethouders en plaatsvervangende voorzitter van de gemeenteraad haar taken over. Op plein 44 zal dit jaar tijdens de Vierdaagse feesten geen podium komen te staan. Volgens de organisator was het onvermijdelijk om even de pauzeknop in te drukken, gezien de kosten de afgelopen jaren harder zijn gestegen dan de inkomsten. Een grote oorzaak hierin wordt gelegd bij de concurrentie in de drankverkoop door omliggende kroegen en supermarkten. De organisatie hoopt dat de gemeente met dit probleem aan de slag wil gaan. Na de gestaakte wedstrijd van afgelopen zaterdag mocht NEC vandaag opnieuw naar het Hoge Noorden om de wedstrijd tegen FC Groningen zonder publiek uit te spelen. De eerste 18 minuten werden dit weekend al gespeeld, maar er was dus nog een groot deel te gaan. Helaas is de wedstrijd net iets te laat afgelopen om de uitslag nog mee te kunnen nemen in deze nieuwsuitzending. Dus voor een uitgebreid verslag van de wedstrijd kun je nu terecht op onze website rn7.nl. Ja, Koningsdag staat weer voor de deur. En dat betekent ook dat de Nijmegenaren weer de rommelmarkt op kunnen, de oversteek kunnen maken naar Kingsize of thuis met een oranje tompoes naar onze koning kunnen kijken op tv. Wat ga jij eigenlijk doen op Koningsdag? Nou, wij staan hier in Nijmegen, het centrum. Donderdag is natuurlijk Koningsdag, dus wij gaan vragen aan de mensen hier, nou, hoe oranje zijn ze in Nijmegen bijvoorbeeld. En ja, wie jarig is, trakteer natuurlijk. De koning is jarig. Wat zouden de mensen hier graag willen van de koning? En hebben mensen hier liever Koningsdag of Koningsnacht? Nou, de koning is natuurlijk jarig. Wie jarig is, trakteert. Wat wilt u van de koning? Wat zou ik nou eens van de koning willen? Dat vind ik heel moeilijk. Oeh, dat vind ik een hele goeie. Ja, een vrije dag hebben we al, dus dat kan het niet zijn. Geld. Veel of weinig? Gewoon 100 euro of zo. Nou, een dikke vette bankrekening. Een kopje koffie met gebak. Dan ben ik helemaal tevreden. Een hele hoop geld, al zijn geld. Ja. Het liefst, ja, ja. Ja, ik wil wat van die oranje tompoesjes, weet je wel. Die gewoon lekker kan eten. Nee, ik hoef niks, want ik heb alles. Nou, misschien moet hij maar wat geven aan zieke kinderen bijvoorbeeld. Eigenlijk geen idee. Nee, niet iets speciaals eigenlijk zo. Nee, geen idee. Geen idee. Ja, hij mag bijvoorbeeld wel iets voor het milieu of zo. Dat hij iets voor Wereld Natuurfonds of zoiets dergelijks doet. En zou hij jouw cadeautje dan misschien weg mogen geven aan een goed doel bijvoorbeeld? Zeker weten, ik mis niks. Ja. Heeft u liever Koningsdag of Koningsnacht? Ligt aan welke plaats. Want ik vind in Nijmegen Koningsnacht en in Arnhem Koningsdag. Koningsdag. Ik heb liever Koningsdag voor mij. En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die liever nacht hebben en dan een feestje vieren, maar dat is waarschijnlijk leeftijdsafhankelijk. Koningsdag. Ja, voor mij wel natuurlijk, hè. Koningsdag.
Koningsdag. Ik ben veel te oud voor Koningsnacht. Oud bij Koningsdag. Dus ik houd bij Koningsdag, ja. Ja, ja. Ja, in de nacht slaap ik. En ja, Koningsdag vind ik ook wel leuker, in de stad ook gewoon. Want er zijn meer dingen te doen dan in de nacht. Dat is meer voor oudere mensen en zo. En waarom? Is mijn kleinzoon jarig. Nou, alvast gefeliciteerd. Dat is mijn koningskind. Nou, ik ben niet echt een nachtmens. Weer van de dag, dan doe je alle dingen. Kan je ook gewoon zien. Dat is mooi. Dan kijken we weer even naar de sociale media. Burgemeester Hoijtink Raubos van Overbetuwe bedankt op Facebook de vrijwilligers van de brandweer in Zetten. Gisteravond mocht zij met hem meelopen tijdens een oefenavond, waarbij de brandweer onder andere een koe uit een put moest redden. Studentenblad Fox meldt dat internationale studenten te vaak naar het noodnummer 112 bellen. Dat is een geluid dat zij vanuit de meldkamers horen. De overheid gaat nu een landelijke campagne starten om de druk op dit noodnummer te verlichten. En misschien is het jou ook wel opgevallen, maar na weken van hoge begroeiing in het openbare groen wordt er momenteel weer volop gemaaid. Hierover schrijft ook Lintse Lucht op Facebook. In eerste instantie laat de gemeente de bermen juist groeien om zo de biodiversiteit te bevorderen. Nu wordt het juist gemaaid omdat dit de bloei van verschillende bloemen en planten zou bevorderen. Ja, als ik het heb over een donkere periode waarin geweld regeert en mannen de samenleving domineren, dan denk je misschien wel aan de middeleeuwen. Maar over vrouwen uit die tijd hoor je maar weinig. Wat was hun rol en hoe zagen die vrouwen er eigenlijk uit? In Kasteel Wijchen is er in de meivakantie een tentoonstelling over deze tijd onder de naam Wijvenwereld. Nog even de puntjes op de i zetten en dan is Maaike helemaal klaar voor de middeleeuwse modeshow. Dit zit zo te lekker straat. Ja, even wel. Dat zit prima. Zit het warm? Ja, dat wel. Het is lekker warm. Ja. De catwalk is onderdeel van de expositie Wijvenwereld. Daarin wordt eigenlijk de positie van de vrouw in de late middeleeuwen belicht. Er wordt altijd gedacht die donkere middeleeuwen en daarin is de man dominant. Maar die vrouwen hadden eigenlijk veel meer te vertellen dan we altijd dachten. De positie van vrouwen wordt in de tentoonstelling belicht door middel van verhalen, objecten en kleding. De gebroeders van Limburg die hebben miniaturen geschilderd waarop af te lezen is welke kleding in die tijd gedragen werd. En op basis van die afbeeldingen heeft het kledingatelier van de gebroeders van Limburg de kleding nagemaakt. Niet alleen voor de expositie, maar ook voor de eenmalige modeshow. We zien hier een dame in een prachtige blauwe zijde japon. Mooi bestempeld met gouden kroontjes erop. Nou, we zien het al, dit is echt het toonbeeld van luxe. Zij draagt een mooi zwart zijde jurk over een witte zijde onderjurk. Opvallend is de hanen op haar hoofd met een zijde sjaaltje afgezet. En met pijltjes erop, de pijltjes zijn ook rondom vastgemaakt. Mooie bezoekers hebben genoten van de show. Nou, wat mij het meeste indruk heeft gemaakt, dat waren enkele gewaden van die dames. Hoe ze zich daarmee kunnen bewegen, lopen. En met name als ze dan op een gegeven moment ook nog op een paard op een dameszadel moeten gaan zitten. Ik had dat wel eens willen zien hoe ze dat in de praktijk uitvoeren. Om er op zo'n paard te komen en er weer af te komen zonder te vallen of wat dan ook. Zou u zelf zo'n jurk willen dragen? Nou, op een avondje misschien eens. Maar verder is het niet handig. Ik zie me niet komen bij Albert Heijn. Of... Ik ben nog nooit naar een modeshow geweest. Laat staan naar een modeshow met middeleeuwse kleding. Ik vond het heel interessant. De tentoonstelling Wijvenwereld is nog tot en met 7 mei te zien in het Wijchense kasteel. Ja, op zich was het vandaag zo slecht nog niet, wat het weer betreft. Er viel af en toe een klein buitje, maar verder was het veelal droog en liet de zon zich af en toe zien. Wel was het wat fris met slechts 9 graden. Ook vannacht wordt het fris en gaat het zelfs een graadje vriezen. We kunnen dus wel stellen dat de vorst wat vroeg is voor Koningsdag. Ook de woensdag op Koningsnacht belooft het een prima dag te worden. Het blijft veelal droog en er is geregeld zonneschijn. De temperatuur komt alleen niet boven de 10 graden uit, dus kleed je wel goed aan als je naar een buitenevenement gaat. Op Koningsdag zelf is het weer ongeveer hetzelfde, maar dan wel iets warmer met 14 graden. In de avond krijgen we dan wel weer met een regengebied te maken.
En dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar een gloednieuwe aflevering van De Streek In, waarin we een kijkje nemen bij een melkveebedrijf in Herveld. Wij zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan!